Van deze gelegenheid wil ik even gebruik maken om alle kijkers te bedanken die ons fantastische kijkcijfers hebben bezorgd. U moet niet denken dat het komt omdat wij zo goed zijn, want dat heeft te maken met de oranje hype en dat heeft vooral te maken met Bert van Marwijk. Die bepalen onze status. Al begrijp ik best dat u naar ons wilt kijken, want wij zijn in ieder geval onszelf. En in andere programma's zitten ijdele heren om de hete brei heen te draaien. En hier zitten ook ijdele heren. Maar wij zeggen in ieder geval wat we ervan vinden. En ik vind het bijna minachting van de kijker als je aan tafel schuift en je mond houdt. Dat is de bedoeling niet, dat is de opzet van zo'n programma niet. En ik wil de kijkers ook nog even duidelijk maken dat onze fantastische presentator Wilfred Gené, die komt een beetje pedant over, en dat is hij ook, maar als je hem beter leert kennen, is het echt een hele prettige collega en soms ook nog wel een aardige jongen. Gefeliciteerd. Want ik wil niet achteraf me gelijk halen, maar ik was zo'n beetje de enige in dit land die 4 weken geleden al zei dat we wereldkampioen zouden worden. Want Bert van Marwijk beschikt gewoon over de beste spelers. En die grote 4, die hebben het tot nog toe een beetje af laten weten. Maar de grote 4, die moeten we koesteren. En die grote 4 gaan vanavond het verschil maken. En die maken ons wereldkampioen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Ik zou zeggen, zet de champagne maar koud. En dan wil ik ook nog wat zeggen over deze prachtige duif. Ik weet niet welke mafkees van een tv-maker het bedacht heeft om zo'n aardig dier te misbruiken voor een of ander lullig item. Die wordt een warm jasje aangetrokken en die wordt dan met een boodschap de wijde wereld ingestuurd. Het is te gek voor woorden. Ik denk dat ik die duif gewoon de vrijheid geef. Daar heeft die duif het volste recht toe. Ga maar lekker weg, jongen. Ga maar lekker weg. En Marianne van de Partij van de Dieren zal trots op me zijn.